meld op welk moment, thuis, op het werk of op straat, er sprake was van liefde. Meldpunt Liefde. Wat is jouw melding? Ik wil graag een melding doen van hulp onderweg. Mijn mooie auto Blue, die ging stuk. Oh, wat is het voor een auto? Het is een Volkswagen Kever uit 1973. Maar hij is wel een beetje bijzonder, want hij heeft Tesla batterijen. Het is dus een hele moderne auto, maar hij heeft ook nog een oude 12 volt accu. En oude zekeringen. En kun je hem laten zien? Ja, zeker. Ja. Je ziet er heel weinig aan. Hier zitten Tesla modules in. En dit is het laadsnoer. Och. En hoe lang gaat zo'n accu mee dan? Nou, ik heb helaas al een keer langs de weg gestaan. Toen kreeg ik ook hulp. Ik heb hem gekocht. Hij zou 200 kilometer mee moeten gaan, maar helaas lukt dat niet. Dus na 150 kilometer stopte hij ermee. Dus daar moet ik rekening mee houden. Oh, en als je dan langs de weg staat, hoe krijg je dan hulp? De laatste keer was met politiebegeleiding. Toen vonden ze dat ik niet helemaal veilig stond. En toen, maar nu hou ik er rekening mee. De laadpaal die was stuk waar ik die nacht had geladen. En ik dacht dat ik nog meer dan voldoende had. Maar kennelijk kan het ook zo zijn dat laadpalen het soms niet doen. Oh, dat ook. Ja, ik had daar helemaal geen rekening mee gehouden. En ik dacht toch, ik moet maar een klein stukje. Dus ik had ook niet gecheckt of die nog vol zat. Dus je bent eigenlijk nog wel een pionier. Ja, het is toch een beetje uitproberen. Maar ik weet nu helemaal hoe die werkt. En hoe ziet de achterkant eruit? Ja, ik zal het laten zien. Dit is een elektromotor. Oh. Mooi. En kun je ook van binnen laten zien? Ja, zeker. En nou over de melding. Wat is je overkomen? Dus al meerdere keren iets, maar hij heeft een oude 12 volt accu. Dat is gewoon een accu die in iedere auto zit. En die moet deze auto heeft dan wel Tesla batterij, maar die moet nog steeds een 12 volt accu hebben. En die was oud en die gaan op een gegeven moment gewoon stuk. Dus toen stond ik langs de weg, midden in de nacht. Gelukkig wel bij een stoplicht. Tenminste, ik kon net doorrijden tot een stoplicht. En toen bood iemand hulp aan. En die zette zijn auto zelf ook een beetje onveilig neer. En die heeft me toen via een fietspad heeft hij me op een stoepje geduwd. En toen zijn we gaan uitvissen wat er aan de hand was. Want we wisten niet meteen dat het 12 volt accu was. En toen heeft hij uiteindelijk uit zijn eigen auto heeft hij de 12 volt accu gehaald. En hem in de mijne gezet. Ach. Ik heb mijn auto gestart. Toen weer teruggezet in zijn auto. En toen is hij zo achter me aangereden. Midden in de nacht. Naar huis. Oh. En dat is geweldig dat mensen je op die manier willen helpen. En zo heb ik al meerdere keren hulp mogen ontvangen. Dus ja. Het is eigenlijk jammer dat ik nou precies weet hoe die werkt. En dat er nou niks meer mee kan gebeuren. Nee. Want dan mis ik al die behulpzame mensen. En allemaal zonder bijbedoelingen ook. Allemaal zonder bijbedoelingen. Ik heb niet eens... Ja, ik weet van twee mensen de naam, maar ook niet. Ik mocht ze ook niet bedanken. Ik heb ook geen telefoonnummer, helemaal niks. Nou, weer ik heb een kopje koffie aangeboden. En die jongen die midden in de nacht had geholpen, die is nog even blijven koffie drinken. En daarna gewoon weer naar huis gegaan. Ja. Ik kan geen spannend verhaal verder vertellen. Nou, maar je straalt ook optimisme uit. Nou, dankjewel. Dat is leuk. Natuurlijk. Ja, maar ze wisten natuurlijk ook niet wie er in de auto zat. Dus ze zijn echt, dat is het leuke, ze zijn echt gewoon gestopt om te helpen. En niet, weet ik veel, omdat ik een vrouw ben midden in de nacht of zo. Of wat dan ook de reden mag zijn. Nee, ze wisten niet van tevoren wie er in de auto zat. Nee. Nou, heel mooi verhaal voor Meldpunt Liefde. Dankjewel. Ja, heel graag gedaan.